gaan kijken naar de momentenlijn in voorbeeld 2 van hoofdstuk 9 van Vink. Het bijzondere aan deze situatie is dat het een gelijkmatig verdeelde last is. Dat wordt aangegeven door deze letter Q en al die pijltjes, de kleine letter Q. En dat betekent dat er een belasting is die je daaruit uit kunt rekenen. Q is Q maal L. Dat is de belasting die hier in het midden als resultante wordt uitgeoefend op deze opleg. Omdat het symmetrisch is, mag je zeggen dat een half QL de ene oplegkracht is en een half QL de andere oplegkracht. Dus dat is mooi, die weten we al, dus dat hebben we al, is al bekend. Om de dwarskrachtenlijn te vinden, moet je een punt C aanwijzen. En dat betekent dat je alle krachten links van C bij elkaar op gaat tellen. Eerst laten we C beginnen hier in dit beginpunt. Dan hebben we alleen deze kracht een half QL. Dan gaat die C naar rechts. Laten we het midden nemen. In het midden dan is, dan hebben we Q keer een half L. Dus een half QL. Dus dat is de kracht naar beneden is erbij gekomen. Dus dan zitten we weer op 0. En als je hier zit, dan heb je deze hele gehad. Dus het is Q keer L. Dus dan, vanaf die half QL heb je de Q keer L afgetrokken. Dus dan zitten we hier bij min een half QL. En dan ga je op het laatst nog weer een half QL omhoog. Dit is natuurlijk de externe krachten op het deel AC. Maar we hebben al eerder geleerd dat de externe krachten op AC precies de dwarskracht zijn in het punt C. We gaan nu kijken naar het moment. En om dat moment te kunnen berekenen, het buigend moment, kiezen we een punt X hier. Dus eigenlijk een punt X hier. Waarin we het moment ten opzichte waarvan we dat gaan berekenen. Laten we maar eens even kijken. Dus dat moment dat is opgebouwd uit de kracht een half QL in het punt A, hier in dit punt A, dit beginpunt. Dus dat is die kracht, dus die schrijven we even op, een half QL. Nou, de arm is x, dus dan hebben we de ene moment te pakken. Dan hebben we nog een andere, dat is van die gelijkmatig verdeelde last. Dus de kracht daarvan is Qx. En die grijpt aan in het midden van x, dus het is Qx maal een half x. Qx maal een half x. Met een minteken, omdat het linksom is. En als je dat uitschrijft, dan heb je dus een half Q maal Lx min x kwadraat. Dat is de formule voor het moment. Maar laten we eens even kijken of we die formule ook wat nader kunnen begrijpen. Ten eerste zouden we kunnen zeggen, geef deze formule nou de juiste waarde als x is 0. Als x is 0, dan moet het moment 0 zijn. Ik vul het maar in. Hier 0 en daar 0, dan komt het moment is 0. Dus dat klopt. Dan gaan we eens kijken wat het moment is als die halverwege is op een half L. Dan krijg je hier een vierde L kwadraat en hier een half L kwadraat. Dat is samen een vierde L. Dus dan is er M is 1 achtste Q L kwadraat. Daar kunnen we niet veel van zeggen, maar dat is wel het getal wat hier staat. Dat is hier dit maximum. Maar het is interessant om te zien of we inderdaad ook de juiste waarde op L hebben gekregen. Ik vul maar eens in, L, dan staat hier L kwadraat min L kwadraat. Dus als x is L, dan staat er m is 0. Dus deze vergelijking die geeft heel goed weer hoe deze vorm is van deze grafiek. Het merkwaardige is dat afgesproken is als m positief is, dat je dan hem naar beneden doet. En dat is een beetje uit een soort kijken hoe dat er een beetje uitziet, want dit boogje hier geeft ook aan dat hij naar beneden doorbuigt, dat de trekkrachten onderin zitten en de duwkrachten bovenin. En daarom is het een beetje handig om hem zo te tekenen, want dat geeft de illusie van het doorbuigen van die oplegger. We hebben nog de vergelijking kunnen maken tussen de dwarskracht en de M-lijn. Je ziet hier de dwarskracht is die rechte lijn, dat is D was de D die verandert omdat
last gelijkmatig verdeeld is. En je ziet dat deze rechte lijn correspondeert met een kwadratische lijn, dus een parabool in de M. De tekeningen lezen voor zich. Hè. Hier heb je deze, betekent dat rechts naar beneden wil. Hier heb je deze links wil naar beneden, dus hij wil zo buigen. Dat zie je hier ook terug. Dus onderin komen de trekkrachten, bovenin de duwkrachten. En omdat dit mooi symmetrisch is, vind je in het midden als het ware het maximum.